Oh, dan kijk ik zo nu tegen Irmak en ik ben hier met Prison Architect. Zo, gelijk al dikke tongtwist lijkt het wel. Maar ik ben nu dus weer hier. En we zien overlevende getuige nummer 3. Uh-oh. Dat is niet goed. Maar hoe weet ik precies welke de getuigen zijn dan? Hey. Gelijk weer een gevecht aan de hand. Oh ja, en ik wil deze aflevering dan hier weer verder gaan. Behalve daar heb ik wel even wat geld van nodig. Ja, daar heb ik nog wat van nodig. Ga nu gewoon even sparen. Dat is net zo goed, denk ik. Oké, nog 4 uurtjes. Ja. Twaalf lijken hebben we gewoon. Jeetje. Oké, nog 1 uurtje. Zo, komen nog 3, 7. Kom binnenkort vrij. Top. Oh ja, de waterleidingen liggen al. Top.
Zo. Gaan we gelijk door naar de volgende. Dat is wel net zo goed, denk ik. Dat was een korte rel. Zo, top. Hebben we vandaag in ieder geval wel wat gedaan. Dat is wel heel top. Even wachten weer op geld. Zo. Zo, die gewapende bewaker die heeft een aantal kapot weten te krijgen. Waar zijn allemaal gevangen heen? Ik heb er nog maar. Dan gaan er steeds meer weg. Oh, misschien omdat het lijken zijn ook. Vandaar dat ik opeens veel minder inkomen heb. Geen wonder.
best wel wat geld binnen binnenkort. Een uurtje of twee. Dat is op zich best wel mooi. Dat geld. Oké, money. Zo. Hoppakee, dan krijg ik binnenkort nog meer geld binnen. Nou, die zou ik nog niet gelijk krijgen, dus daar wacht ik wel even mee. Zo. Kan ik zo dadelijk ook nog weer eens een keer heel wat gepapper of bewakers aannemen. Weer eens even aan de grond onderzoeken regelen. Zo. Dus ik heb hier nog twee neer. En dan moet ik er hier nog heel wat. Dan moet ik de volgende aflevering maar eens even deze gaan regelen. Dan krijgen we wat beter inkomens nog meer. Dus dan ga ik waarschijnlijk nu wel even vastbaren.
denk niet dat we er zoveel nodig hebben. Binnenkort komt dat dus ook nog een gewapende bewaker, dus dat zal op zich wel goed moeten compenseren. Sorry, dat lijkt me wel iets beter. Oké, maar ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat ik vond een griffrijke aflevering al. En dan zie ik hem een keer weer. Later.